Vanuit kennisinstituten in het Rijk van Nijmegen zijn in het verleden diverse start-ups ontstaan. Merkagem en Synton zijn daar belangrijke voorbeelden van. In Nijmeegse Kennis gaan we op zoek welke nieuwe pareltjes zich hier in de regio aan het ontwikkelen zijn. Wist u dat je met 10 keer googelen net zoveel energie gebruikt als bij het opwarmen van 1 liter water? Energiegebruik is misschien wel het meest onderschatte probleem bij ICT. We gaan praten met Theo Razing van de Radboud Universiteit. Theo houdt zich bezig met het vergroenen van de ICT, de zogenaamde Green ICT. Goedemorgen Theo. Ah, hoi Guido. Goed je weer te zien. Welkom. Ja, hey, en fijn dat jullie je tijd voor ons vrij willen maken om hier opnames te maken. Ja, dat doe ik met plezier. Ja, nou leuk. Waar komt jouw fascinatie vandaan voor het energieverbruik van de digitale middelen? Nou, die fascinatie die komt, die begon met op het moment dat ik me realiseerde hoeveel energie onze huidige ICT-infrastructuur al kost. Op dit moment gebruiken we ongeveer 5% van de totale hoeveelheid elektrische energie wereldwijd gaat in de ICT zitten. En dan hebben we het over de smartphones, dan hebben we het over de tablets, de servers. Dan hebben we het over de servers, dan hebben we het over Facebook, dan hebben we het over Google, dan hebben we over het internet. En dat is het punt nu net. We hebben al die dingen en we maken ongelooflijk veel. We maken foto's, we delen het. Dus we genereren met elkaar zoveel data. En dat groeit. De hoeveelheid data, dat groeit met zo'n 40% per jaar. Ja. Ja. En daarnaast, laat ik zeggen, het verbruik is nu 5% wereldwijd. Maar in landen als Duitsland of Nederland moet je uitgaan van zo'n 10%. En je verwacht dat dat steeds dat, verder dat gaat? Groeit, want vooral er zijn natuurlijk nog miljarden mensen die dit nog nauwelijks gebruiken. En die dat ook wil gaan. Die willen ook graag Facebook en die willen ook graag googlen kunnen. De verwachting is dat dat echt zo blijft groeien voor de komende tientallen jaren. Ik bedoel, we zijn met zonne-energie en windenergie en alles heel energiebewust bezig, inderdaad. Maar tegelijkertijd creëren we een nieuw energieprobleem achter onze rug. En dat hebben weinig mensen door. Maar hoe je had het ooit over een waterboiler. Ja, nou, het kan heel, heel simpel. Hè. Je moest hier naartoe. En dan typ je, dat doe ik ook als ik ergens heen moet en ik ken de weg niet. Dus dan typ je even het adres. Hè. Dus even googlen. Dan google je even. Maar wist je dat 30 keer googelen, dat kost net zoveel energie als een liter water aan te koken? Meen je dat? Ja, dat meen ik. En maar wist je hoe vaak we dat per dag doen met z'n allen op de wereld? Geen idee. Meer dan 3,5 miljard keer per dag. Niet per jaar, per dag. Dus. En dat groeit. Ja, dat is maar één voorbeeldje. Ja, en nou, noem maar op, maak een foto en dan stuur je hem op. En tegenwoordig kun je zoveel foto's maken, want het gaat zo makkelijk met camera. En nou, die worden ook opgeslagen. Ja, die worden opgeslagen in de cloud. Hè. Nou, wat betekent dat? Een cloud is niks anders dan een heleboel duizenden van die hele grote datacenters. Daar worden ze echt feitelijk opgeslagen. Ja, ja. Matteo, als ik nou mijn telefoon pak. Die moet ik ongeveer 2 keer, of om de dag, zeg maar, moet ik die laden. Mm-hmm. Is dat dan het energieverbruik? Nou, dat is het energieverbruik van je telefoon. Maar er komt veel meer bij kijken. Want de informatie, de data, de foto's die je wegstuurt, die worden ergens opgeslagen. En het zijn die servers die met het opslaan, met het weer ophalen, met het verwerken, het voortdurend het op- en neersturen van data, en het opslaan van data, en het verwerken van data, alles bij elkaar, dat is waar die energie in gaat zitten. Dus niet alleen die telefoon, ook natuurlijk. Ja, ja. Ja. Het zijn al die dingen samen die dit maken. En het feit dat we dus allemaal, hoeveel apparaten heb je wel niet? Hè? Je hebt een telefoon, je hebt een laptop, je hebt een gewone computer, noem maar op. Hè? En het zijn al die dingen samen die maken dat we dus inderdaad zoveel energie gebruiken. Ja, ja. En nu heb je een heel team om je heen verzameld van enthousiaste mensen die met jou geconstateerd hebben, jongens, waar zijn we mee bezig? Om te kijken hoe je daar een oplossing voor kunt vinden. Je bent dus echt interdisciplinair nu bezig. Ja, dat zeker. Want nou, het idee waarom ik zo'n interdisciplinair ben, kijk, in het onderzoek ben je altijd al, werk ik veel samen. Ja. Dat ben ik gewend. Maar ik realiseerde me dat ons brein is natuurlijk ook een processor en een geheugen. Hè, die verwerkt data, die slaat data op. Maar ons brein doet dat enorm efficiënt.
Ons brein kost maar zo'n 10, gebruik zo'n 10 watt. Ja. En een supercomputer die ongeveer hetzelfde kan, eigenlijk nog iets minder, hij gebruikt 10 megawatt. Dus dat is een 10 miljoen. 10 watt tegenover 10. Ja, ja. En dus is een miljoen keer zuiniger. Maar het werkt natuurlijk totaal anders. Ja. Eerlijk gezegd, ik weet nauwelijks hoe het werkt. Ik weet wel dat er wat verschillen zijn. Bijvoorbeeld, je weet van de processor, je chips, die werken heel snel. We hebben gigahertz. Nou, wat betekent een gigahertz? Dat betekent eigenlijk, dat is de kloksnelheid, dat de stapjes die een computer maakt in het verwerken, dat dit minder dan een nanoseconde duurt. Dus dat is heel snel. In onze hersenen duurt dat millisecondes of zo. Dus veel trager. Ja, ja. Maar terwijl in een computer alles achter elkaar gebeurt, gebeurt in een hersenen dat ongelooflijk parallel. Dus een heleboel miljoenen dingen gaan tegelijkertijd. Ja, ja, en op een of andere manier is dat waarschijnlijk een sleutel tot die energiezuinigheid. Ik ben geïnspireerd door het feit dat de hersenen dit zo energie-efficiënt kunnen. Ja. En wat kunnen ze efficiënt? Ze kunnen dus data verwerken, opslaan en ze kunnen leren. Ja, ja. Maar omdat ik dus eigenlijk, ik ben maar een eenvoudige vaste stoffysicus, dus ik praat met mensen van de overkant, van het Dondercentrum, neurowetenschappers. Ja, neurowetenschappers hier. Maar ik ga ook naar andere mensen in Nederland, in Twente en Groningen zitten hele goede materiaalwetenschappers, want we zullen ook de materialen moeten ontwikkelen waarop we dat kunnen doen. Ja. Nu is alles op silicium gebaseerd. Maar het silicium van de toekomst, dat ken ik nog niet. Ja, ja, ja. Op dit moment is het eerst is het echt nog in een heel pril, laat ik maar zeggen, fundamenteel stadium. Kun je me daar iets van laten zien? Want dit is natuurlijk wel heel bijzonder waar je mee bezig bent. En hoe moeten we dat voor me zien? Want het is... Ik kan een paar plaatjes proberen te laten zien. Hier heb je bijvoorbeeld de chips, de huidige chips. Ja. En die willen we dus proberen te vervangen door iets wat geïnspireerd is op hoe het in het brein werkt. Okay. En hier zie je bijvoorbeeld dat koelblokje van zo'n chips. Als deze aan zou staan en ik haal dit eraf, dan zie ik voor mijn ogen zie ik hem in rook opgaan. Dat is ook zoveel waarom energie wordt er verbruikt. Er gaat zo'n 100 watt door zo'n klein dingetje. Ja. Maar hoe willen wij dat dan vertalen? He? Bijvoorbeeld, dit is een voorbeeld van een klein stukje van de hersenen. He? En hier zie je die neuronen. En je ziet dus inderdaad dat die neuronen via allerlei vertakkingen, synapsen heet dat. Kijk, wat zijn neuronen? Neuronen, dat zijn als het ware de laat ik zeggen, geheugencentra in je hersenen. Oh, oké, dat zijn die dunne draadjes. Het zijn die dikkere, dat zijn de neuronen. De dunne draadjes zijn de verbindingen tussen de neuronen. En hier zie je dus dat zo'n neuron met duizenden, wel, misschien wel met miljoenen, andere is verbonden. Ja. En dit is een materiaal, een ferroelektrisch materiaal. Wat ze in Groningen en Twente hebben ontwikkeld. Hè, en waarbij je dus ook al die verbindingen, glijdende verbindingen ziet. Okay. En net als in de hersenen, die neuronen, die verbindingen zijn niet statisch. Ja, die veranderen. Ja, 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 die veranderen naar aanleiding van het leren. Hè. Ja. Het opslaan van informatie is een combinatie van wat er hier in die neuronen gebeurt en wat er in die synapsen gebeurt. Ja, ja, ja. En dat kunnen we dus hier nadoen. Door hier spanning op te zetten, kunnen we ook deze leidingen veranderen en kunnen we het geleidingspatroon veranderen. En op die manier proberen we in eerste instantie inzicht te krijgen in hoe informatie wordt. Oké, maar daar zit je verwerkt. Eigenlijk ook een beetje wat ze vroeger met die schaakcomputer deden. En tegenwoordig met dat Go, van dat zelflerende. Dat klopt. Dat is precies wat inderdaad laat zien dat die schaakcomputer, of eigenlijk die Go, die AlphaGo, dat is dus een computerprogramma, dus de software, wat inderdaad ontwikkeld is en wat twee belangrijke aspecten van ons brein al meeneemt. En dat is namelijk, het kan leren en het kan patroonherkenning doen. Als ik hier nu naar buiten kijk en er komt iemand langs en ik ken hem, dan herken ik dat heel snel. Ja, ja, ja. Computers hebben daar tot recentelijk hadden daar heel veel moeite mee. Ja. Maar ze hebben dus nu programma's ontwikkeld die inderdaad kunnen leren. Oh. En dat softwareprogramma, dat had eerst de basisregels van Go. Ja. En het is toen tegen zichzelf gaan spelen.
En zo'n computer kan 24 uur per dag doorgaan. Ja, dat kunnen wij niet. En dus na een paar maanden had hij dus het niveau van de wereldkampioen. Ja. Maar het gebruikte nog steeds een energieverslindende supercomputer. Ja. En ons idee is nu inderdaad om die ideeën van het leren, dus in de hardware, dus in de materialen. Ja. Dus wij proberen materialen te ontwikkelen die dat ook kunnen. Ik heb nooit gerealiseerd hoeveel energie het gebruik van computers kost. En dan moet het Internet of Things nog echt van start gaan. Gelukkig biedt de multidisciplinaire aanpak van Theo Razing hoop voor de toekomst.